Dames en heren, Vincent Everts, Trendwatcher. En in deze week ga ik praten over elektrisch rijden, over wat de Tweede Kamer erover te zeggen heeft, over de week van Elon Musk en ook nog een beetje over blockchain, want we gaan ook weer naar de blockchain-conferentie. Ik ben laat, het is zaterdag, ik weet het. Normaal komt hij altijd op vrijdag, maar dat komt omdat mijn steun en toeverlaat Jelle van der Zanden 3 dagen al lang geveld is. En hij zorgt voor mijn goede teksten, hij zorgt dat alles er mooi uitziet. En beterschap man, Jelle is een fantastische man. En behalve dat hij inderdaad digitale held is, is hij ook gewoon zanger in een band, de VXUY. En hij speelt hier op Parkpop en check hem out, want hij is echt gewoon super. Nou, u heeft het natuurlijk gewoon gezien, de week van Elon Musk was het, hè? De Falcon Heavy is gelanceerd en dit filmpje is in 2 minuten, laat even zien wat je moet zien en vooral inderdaad hoe het werkt, maar ook gewoon die prachtige gesynchroniseerde raketten die naar beneden kwamen, waanzinnig. En dan het meest bizarre beeld, zijn roadster die gewoon in de ruimte zit en gewoon die beelden, wat een marketing evenement. Tegelijkertijd heeft hij ook het grootste verlies aller tijden, gepubliceerd. En dat was minder. Het was gigantisch verlies, miljarden. En het laatste kwartaal al 675 miljoen. Maar het was minder dan de analisten verwachten. Hij heeft ook heel weinig van die auto's geproduceerd. 2500 in een heel kwartaal, tot nu toe, in plaats van per week. Hij zegt nog aan het einde van, en hij belooft nu weer, aan het einde van dit eerste kwartaal doe ik 2500 van die Model 3's. En het tweede kwartaal 5000. Maar hij is altijd enorm optimistisch. Maar hij doet het uiteindelijk toch weer. Die Falcon Heavy was ook weer gewoon heel laat. Maar hij doet het weer. Dus mensen geven hem aardig wat slack. Ik was vorige week in Tenerife. En dat gaat over elektrisch rijden. Maar elektrisch rijden in combinatie met energie, alternatieve energie en hoe dat allemaal samenhangt. Een geweldig eiland in Tenerife. En daar is ITER, dat is een Institute of Technology, die laat zien hoe je nou eigenlijk met windmolens, zonne-energie, met meer dan 5000 zonnepanelen, 25 windmolens, hoe ze daar in combinatie met elektrische auto's dat waanzinnig kunnen doen. Hele mooie projecten. Ik was daar om de nieuwe Nissan Leaf te bekijken. Die nieuwe Nissan Leaf, die kan energie terughalen naar een huis. Die kan bidirectional zijn. En dit is echt werkelijk een prachtige auto. Een prachtige auto. Voor 32.000 euro. Hij ziet er gewoon netjes uit. Hij heeft een range van 280 kilometer tot 400 kilometer. En grote bagageruimte heeft hij gewoon. Dus echt gewoon een prachtige 2.0 auto van een Nissan Leaf. En dat, ik heb er zelf in de 1 gereden. En de 2 die is verbeterd. Hij heeft alleen nog een analoge speed hebben ze er op een gegeven moment ingezet. Nou, dat vond ik echt wel heel bizar. Hij rijdt lekker, hij trekt veel beter op. En hij heeft ook gewoon ProPilot, dus een autopilot, waarmee je gewoon zelf kunt rijden, automatisch parkeren. En die vond ik echt heel goed. Die was echt op het niveau van de Tesla. Dus die kan echt gewoon op de highway, kan die gewoon prima rijden. Nou, het is 14 minuten, een keurige review erover. Dus check het even na. Over volgende week kom ik nog met een verrassing over die ProPilot. Want daar ga ik verder op in. Want hij moet elke 5 seconden, moet je nu even dat stuur aanraken. En dat vond ik eigenlijk gewoon niks. Nou, op deze pagina kun je er alles over vinden. ProPilot, goede range en ook het one pedal driving hebben ze goed uitgevoerd. Ik ben verder in de diepte gegaan. Dit is de background van het dorp. En dat heb ik samen met een Nissan Leaf rijder gedaan. En hebben gewoon de achtergronden van dit dorp laten zien. En de UV-fabriek en het windpark en dat soort zaken. Dat is echt een heel leuk achtergrondfilmpje. Vervolgens heb ik de product manager van Nissan Leaf. Hoe heeft hij de afgelopen jaren eraan gewerkt? Hoe doe je dat nou? Zo'n nieuwe auto maken, hoe lang ben je ermee bezig? Wat zijn de zaken die hem bezighoudt? Daar gaat Francisco 10 minuten over praten. Als je geïnteresseerd bent hoe die geproduceerd moet worden, dat is Peter Prodrazian. Die vertelt over de productieuitdagingen van zo'n auto. Dus vind je dat interessant, dan kun je daarnaar kijken. Ik ben ook gewoon even stilgestaan bij het verschijnsel carsharing. Ik heb 1 Tesla, maar ik heb geen 2e auto. Waarom? Omdat ik al die carsharings gebruik. En Connect Car is super handig met een mobiele telefoon. Bam, ik hoef maar 2 minuten van tevoren erheen te gaan, te reserveren. En ik kan er gewoon mee rondrijden. En je hebt ook in Amsterdam heb je de Hyundai. Die kun je ook op dezelfde manier kun je die gewoon reserveren, vinden en pakken. Heerlijk, Connect Car. Daardoor
zijn tweede auto's niet nodig? Nou, de Tweede Kamer praatte daarover in een hoorzitting deze week. En alle Kamerleden die hebben allemaal vragen gesteld aan de industrie, aan de academici, aan de vertegenwoordiging, de RAI. En nou, enerzijds vond ik het interessant wat voor vragen er gesteld worden. En de antwoorden waren eigenlijk, die waren eigenlijk meer interessanter dan de antwoorden. Want een heleboel Kamerleden weten er echt heel weinig van. He, bijvoorbeeld die zeggen, ja, we hebben 6 miljard uitgegeven aan de bevordering van elektrisch rijden. Nee, 4,5 miljard was voor diesel- en benzineauto's. En 1,5 miljard voor elektrische auto's. Waarvan het grootste gedeelte ging over die plug-in hybrids. Nou, dat heeft Nederland wel gewoon bewust gemaakt. En we zijn nu een van de top 3 landen. Maar die zijn niet uitgegeven aan volledige elektrische auto's. En die zijn ook alleen maar uitgegeven aan de bedrijfsauto's, de leaseauto's. Voor de consumenten was er nooit iets. En ik denk dat gewoon de Tweede Kamer daar iets mee moet doen. Nou, ik heb daar Matthijs Sienot van D66 over geïnterviewd. Wat zijn ervaringen waren en wat hij denkt dat er op een gegeven moment gebeurd moet worden. Vervolgens heb ik ook gevraagd aan Frits van Brugge van de AWB met een uitgebreid interview wat hij denkt dat er moet gebeuren en wat de AWB kan doen en wat hij verwacht van de regering. En ik heb over de technologische mogelijkheden, had ik een heel leuk verhaal over Richard Smokers, die vertelde over waterstof en over elektriciteit en hoe snel hij denkt dat het gaat en hoe dat georganiseerd gaat worden. En een goed insightful verhaal van een expert. Dan, ik moet even zeggen van, ik kwam ook vandaag deze week in het Louwman Museum. Jezus, wat een prachtig museum. Op de grens van Den Haag. En Den Haag, zeg maar. En dat is echt, daar zitten 250 auto's. Nou, de mooiste auto's die je maar kunt zien. Een hele verzameling elektrische auto's. Vond ik ook echt gewoon geweldig. Die je daar doorheen kunt zien. Van, en die al 150 kilometer konden. Prachtig, dit is een ruitenwisser die door een vrouw is ontwikkeld. De eerste ruitenwisser is door een vrouw ontwikkeld. En maar prachtige auto's met allemaal verschillende designs. En daar moet je met je kinderen heen. Daar moet je heen. Iedereen moet daarheen. Maar je kunt al in 10 minuten eventjes door de rondleiding volgen. Dan zie je alles een beetje. En dan denk je van, dit moet ik gewoon zien. Auto's zijn wat dat betreft geweldig. Hoe snel die technologie ontwikkelt. Nou, dat gaat met elektrisch ook gebeuren. Dus ze hebben er een stuk of 10 staan. Prachtig. Nou, dan ben ik met blockchain ben ik heel erg serieus bezig. Op 7 juni organiseer ik bij de Rabobank organiseer ik zelf een blockchain-conferentie. Dat gaat allemaal over hoe het nou healthcare, ook government, energie en zo verzamelt. Ik ben daar bij de Solar Plaza geweest. Die hadden een speciale blockchain-conferentie over energie. En daar allerlei spreekbuur, alle mensen gesproken. Bijvoorbeeld de Sun Exchange, daar kun je op afstand kun je zonnepanelen in Afrika op hete landen leasen en daar op een gegeven moment de betaling krijgen. Die zijn bezig met een ICO. Ik heb met Harm van der Brink, die werkt bij Innexis en die weet alles van IOTA. En IOTA is zeg maar de blockchain oplossing voor Internet of Things. Miljoenen transacties, gratis. Allerlei problemen die de gewone Bitcoin blockchain heeft IOTA opgelost. Dus nou, erg veel belangstelling. Het is ook interessant dat terwijl zij daarmee bezig waren, is dat ding miljarden waard geworden. Wat gebeurt er in zo'n gemeenschap als er dan ook miljarden binnenkomen? Nou, daar heeft hij een interessant verhaal over. Ik vroeg Robert Henman, en die is de lawyer van Eneco, helemaal gek van blockchain, waar een Australische lawyer die bij Eneco werkt, een Nederlands energiebedrijf, en dan over blockchain gaat vertellen en dan ook zegt, hey, waar kunnen we het nou voor gebruiken? Hartstikke interessant. Even 2 seconden over de cryptocurrencies. Nou, we zijn weer gewoon alweer flink aan het terugkomen. Het gaat weer enorm omhoog. We zitten weer op ja, 369 miljard euro, dus ver boven de 400 miljoen. En ja, we hebben de crisis weer doorgemaakt. En ik heb een hele interessante slide die ik daar even over wil laten zien. Dan ook even hoe internationaal deze wereld is, de wereld van de ICO's. En Quang Bai, die startte met Wesley Snijder. Wesley Snijder, die speelt in het Midden-Oosten. En die hebben samen een bedrijf gestart. Dat is Weesport. En die willen eigenlijk gewoon zorgen dat ze met een ICO alle supporters en alle spelers en alle clubs bij elkaar brengen. En dat is een internationaal bedrijf met enerzijds een Nederlandse founder, een Chinese founder, die professor
die ik hier heb, die heeft al een paar bedrijven, die heeft gestudeerd in Amerika. En die heeft al een aantal bedrijven over voice recognition en RFID naar de beurs gebracht. Echt een interessant type. Hij heeft duidelijk goede relaties, als je dat gewoon ziet. En hij vertelt over de achtergronden van hoe ze zo'n bedrijf naar de wereld willen brengen. Zo onvoorstelbaar internationaal. Een Chinees bedrijf, wat eigenlijk zich vestigt in Singapore, maar die developers zitten in China. Die richt op de Europese sportmarkt. Met allerlei blockchain diensten. Nou, het is echt gewoon interessant om te zien. Ik praat ook met Michiel Frakkers. En hij is in Nederland bekend voor omdat hij Planet Internet, de eerste internetprovider, heeft opgericht. Hij is nu de afgelopen jaar is hij heel erg bezig geweest met die ICO's. Reist de hele wereld over. En is bezig met zijn eigen ICO. Die heet Blue Note. En dat gaat erover om commerciële gebouwen energie neutraal te maken. Daar is een heleboel mee om te doen. En dat kan ook echt hartstikke interessant worden. Nou, hij vertelt over de achtergronden. Waar reis je nou mee? Waar haal je het? Waar haal je het nou vandaan? Wie investeert er nou in? Hoe doe je het decentraal of niet? Want hij heeft zijn geld al binnen voor de ICO. Maar dat zijn dan vooral rijke mensen die gewoon flink wat geld er even instoppen. En dat ze dan, voordat de publieke sale ook maar begint, is het alles al vol. En dat is jammer, want het gaat eigenlijk over die decentralisatie. Decentralisatie qua techniek, maar ook decentralisatie qua investeringen. En wat je steeds meer ziet, is dat heel veel van die ICO's, dat die al vol zitten met rijke mensen, voordat de interessante dan, want ja, er zijn er 15.000, daarvan zijn er 1500 misschien interessant. En degene die een goed team hebben, met een goed idee, die worden dan al meteen alweer volgepompt door mensen die betere contacten hebben. En dat is wel jammer hoe dat zit. Als laatste was de Integrated System Europe. En dat gaat over alles rondom audio en video. Projecties ook prachtig op het op ons filmmuseum. En daar heb ik een beetje rondgekeken. Nou, en ik kreeg een fantastische presentatie van God, hoe heet die gozer? Jürgen, ja. En als laatste, de Integrated System Europe. Die was in de ruim 80.000 mensen. Alles over audio en video. Prachtige projecties. Alles over schermen. Waar we van nu miljoenen in onze omgeving hebben. Ook in Nederland. Waar wordt dat voor gebruikt? Wat doe je ermee? Nou, en ik heb daar een geweldige presentatie gekregen van Jürgen. Die heeft ons meegenomen over de beurs. Die man weet er zo ontzettend veel van. Dus wat dat betreft is dat gewoon hartstikke interessant. Hoe hij daar overal heen kijkt. De nieuwe technieken die er komen. En ik heb hem dus gefilmd. Ook een prachtig project van Google. Die nu 10.000 van dit soort palen in New York neerzet. En allemaal sensoren erin die de luchtkwaliteit meten. Hoeveel mensen rondlopen. Waarom de smart city eigenlijk approach. Geweldige rondleiding. Een geweldige vent om mee te kijken. En ook, ik heb dit even audiotech. Ik ga binnenkort weer naar de... naar Barcelona toe, naar de Mobile World Conference. Daar ga ik weer een tour organiseren. En dan neem ik dit apparaatje mee. Want dit is echt een geweldig apparaatje om, zeg maar, silent een rondleiding te kunnen doen. Ik kan praten, mensen kunnen vragen stellen. Ik kan 100 mensen meenemen. Dus ga je naar Barcelona, dan moet je je bij cm.nl moet je je aanmelden. Want dat wordt echt ook gewoon een fantastische plek. Nou, dus het was een hele drukke week. Dit zijn alle bookmarks die hieronder staan. Ik ga niet allemaal artikelen maken. Als je dit interessant vindt, kun je hieronder gewoon klikken op het artikel wat je interessant vindt. Helaas is Jelle ziek, dus ik heb geen tijd om alles uit te typen. Het is echt altijd heel veel werk. Ik ben er zelf zeker een dag bezig met het maken van het materiaal. Meestal meer, 2 dagen. Ik ben ook een dag bezig nog om deze filmpjes netjes te maken en dit soort dingen te doen. En Jelle is er ook 2 dagen mee bezig. Er zitten 4 dagen werk in. In zo'n nieuwsbrief die dan uitgestuurd wordt naar 12.000 mensen. Ik verdien er zelf helemaal niks mee. Ik wil het gewoon delen. Ik doe het vanwege mijn trendwatching activiteiten. Vind je dat interessant om, als mensen dit leuk vinden, dan kunnen ze zich op Vincent Evert kun je je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Krijg je hem elke week. Je kunt me ook op LinkedIn. Kun je me gewoon ook gewoon gaan connecten. Dan krijg je het ook. Dus dit was de week. Wat een geweldige auto die Nissan Leaf. Echt mooi, daar moeten we er nog veel meer van hebben, maar dit is zeg maar, dit is een goede concurrent van de Model 3. Elon Musk, het elektrisch rijden,
De Tweede Kamer, die net begint. Ik heb wel gehoord dat de regering een mooie brief heeft geschreven naar Europa, dat de doelstellingen veel te weinig zijn om zeg maar Parijs te halen. En ik ga me vanaf de komende weken ga ik me gewoon over corporate en non-corporate blockchain oplossingen richten. Niet zoveel meer op crypto. Dat blijft natuurlijk altijd. Maar eigenlijk is crypto een fantastische innovator. Die helpt gewoon om de innovatie te accelereren in die blockchain. En kijk er nog eens naar wat je interessant vindt. En bedankt voor je tijd. Ik zie je volgende week weer. Op tijd hoop ik.